Hartelijk welkom bij deze speciale uitzending van Topsport Talk vanaf Golfcenter Sevi in Rotterdam. 010 op weg naar Tokio is het thema van deze uitzending. Die spelen zouden deze zomer plaatsvinden in Japan, in Tokio, maar zijn een jaar verplaatst. En dus is de voorbereiding van twee van de mensen achter mij hier bezig met een golfkliniek anders. Het gaat om bokster Noeska Fontijn en honkballer Dwayne Kemp, die een jaar extra hebben om zich te plaatsen en zich voor te bereiden op het grootste evenement ter wereld. Ook Peter Blanger, de directeur van Topsport, is hier en we gaan met ze praten en en passant een beetje proeven van de golfsport. Terwijl de Olympische helden aan het afslaan zijn hier bij Sevi, praat ik met Michael Koster, golfpro hier in Rotterdam. Ja. Kunnen die jongens het een beetje, en die dame, die Noeska? Ja, je merkt dat ze natuurlijk wat dat betreft al enige sportachtergrond hebben. Dus zonder al te veel uitleg, eigenlijk heel impliciet, pakken ze die beweging eigenlijk al vrij snel op. Je ziet dat ik het op het moment dat ik het twee keer voordoe, niet al te veel informatie beetpakken en gaan. En dat gaat ze eigenlijk vrij makkelijk af. Dat komt toch omdat ze gewend zijn op hoog niveau sport te bedrijven, of niet? Ja, sowieso. Ja. Dusdanig met oog-handcoördinatie gevoel. Hè. We hebben een honkballer. Ja, het is nog net niet de bal aangooien, maar voor hem is het eigenlijk een hele natuurlijke beweging. Terwijl hij eigenlijk van tevoren aangeeft, dat lukt mij niet, omdat die bal dan stil ligt. Staan en slaan en die bal vliegt wel weg, hoor. Zou je, Michael, jou vanuit jouw vak deze mensen snel beter kunnen maken? Heel snel. Ja, al dat topsportverleden natuurlijk, maar voornamelijk ook het proces binnen de mind. Hè, is dat, het gaat niet eens zozeer om de techniek, maar meer eigenlijk om een bepaalde routine die hun ook in hun topsportcarrière hebben gedaan. Een routine alvorens ze die beweging gaan maken, alvorens ze die wedstrijd ingaan, die is dusdanig vast. En dat is met golf eigenlijk iedere slag. Iedere slag jezelf weer naar het denkmoment, waar moet ik op letten? En op het moment dat het moment daar is dat je de bal moet spelen, het loslaten en gaan. Nu ben jij prof. Ja. Zij zijn actief op de spelen. Sterker nog, zet goud en zilver achter ons. Ja. Dat is echt waanzinnig. Ja. Hoe moeilijk is deze sport voor mensen die het nooit hebben gedaan? Dit is denk ik een van de technisch moeilijkste sporten die er is. Losstaand waar we het net over hebben, het mentale gedeelte. Ik denk dat daar nog het grootste gedeelte in zit. Maar technisch gezien een van de moeilijkste sporten die er is. Alhoewel ik denk dat iedereen dit wel kan leren. Mits het op de juiste manier wordt aangepakt. Nogmaals. Hoe meer informatie je mensen gaat geven, hoe rotter het vaak gaat. Dus je probeert eigenlijk mensen zelf een beetje na te laten denken over de beweging. En je zag het net ook, is dat ik eigenlijk niets verteld had over het beetpakken van de club. Een hele bewuste actie, want op het moment dat ik dat namelijk ga doen, gaan ze erover nadenken. Het voelt heel vervelend en gaan ze daarna ook naar bewegen. En dat is iets waarvan ik zeg van laat dat eerst maar het natuurlijke naar boven komen. En dan later gaan we daar structuur in aanbrengen. En ik denk dat ook vanuit hun, vanuit de topsport, vanuit jeugd, dat op die manier ook een beetje geleerd is. Eerst spelende wijs. En dan in het laatste stadium komt eigenlijk de techniek en alles wat erbij komt kijken. We staan hier voor het oefenhok van Joost Luiten. Ja. Ook Olympische Spelen deelnemer over een jaar in Tokio. Ja. Hoe vaak is hij hier nog? De laatste maanden natuurlijk heel erg veel. Vanwege het coronatijd is dat eigenlijk zeer beperkt is om te kunnen spelen. Je moet het zo zien, Joost is hier altijd op het moment dat hij niet weg of onderweg is of aan het spelen is van het toernooi. Hier ligt zijn basis. Ja. Hoe goed ben jij trouwens? Als pro ben je altijd goed of niet? Wil niet zeggen dat je per definitie goed bent. Ik denk dat ik in mijn amateurtijd beter was dan ik op dit moment ben geweest. Okay. Maar dat komt meer op tijd dat ik meer aan het lesgeven ben dan zelf aan het trainen. Word je wel eens moedeloos van als mensen er niets van kunnen? Eerlijk zeggen. Nee, hoeft niet. Nee? Nee. Nee? Dat is niet nodig. Okay. Mensen vragen wel eens aan ons van joh, Als ik geen talent heb, wil ik stoppen. Ik kan je vertellen, hier lopen mensen rond die de bal nog een halve meter de lucht in krijgen. Maar na 9 holes met zo'n smel van de baan afkomen. Ja. Wie ben ik? Ja. Oh, zo! Lekker hoor. Hier gaat het bij doen. En rondman. Stik. Nee, dat is echt een klein. Stik nu eens hier af. Hier, kom. Ik hoor jou, Dwayne Kemp, speler van het Nederlands honkbalteam trouwens, net zeggen. We oefenen bij trainingen wel eens met een golfbal om met zo'n honkbalknuppel weg te slaan, hè? Ja, dat is meer voor de plezier, hoor. Het is geen officiële training? Nee, geen officiële training. Het is gewoon een beetje lol hebben. Zo ver mogelijk de bal slaan. Want de honkbalbal gaat niet zo heel ver, hè? Nee. Hoe was dit voor jou? Leuk. Hey, het ging goed. Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar na een paar tips is het zeker beter gegaan. Ja, Michael Koster, de pro, zegt ook, je merkt dat deze mensen topsporters zijn. Heb je het gevoel dat het allemaal makkelijk gaat bij jou ook? Het ging niet heel makkelijk, maar na een paar tips van hem is het zeker beter gegaan. Dus ik ben eigenlijk blij. Ja, waar word je dan precies blij van? Dat ik het gewoon eindelijk een keertje kan. Ja. Iets voor later misschien? Ja, zeker. Ja. Jawel.
Ja, je vindt het leuk, hè? Ja. Ik ga het zeker wel een keertje doen. Serieuze zaken, althans serieus. Jullie hebben de eerste kans op plaatsen voor de Spelen gemist. En toen kwam die coronacrisis. Ja. Hoe raar was jouw topsportleven de laatste weken en maanden? Ja, het was niet leuk natuurlijk. Natuurlijk hadden we het niet gehaald. Je kwam terug om gelijk de voorbereiding te doen voor de andere kwalificatietoernooi. En dan kwam de coronacrisis voorbij. Ja, het was een hele harde klap. Maar ja, het is wel iets waar je mee moet leven. Wat heb je gedaan? Getraind. Ik heb wel echt wat doorgetraind. Want ik weet dat ik naar Olympische Spelen wil. En ik weet dat ik er klaar voor moest zijn. Dus ik kon niet naar de gym. Maar er waren genoeg andere dingen wat ik kon doen. Ik kon lopen in het park. Gelukkig was dat niet beperkt. Dat je wel gewoon in het park kon gaan. Of kon sporten buiten. Dus ik heb dat allemaal gedaan. Dus, Sporters leven van doel naar doel, van wedstrijd naar wedstrijd. Hoe is het als er geen concreet doel is, als je niet weet waar je aan toe bent? Ja, het is moeilijk. Het is wel moeilijk, maar als je liefde hebt voor de sport, dan heeft het toch wel een motivatie. In de zin van, het is ook een leerproces. We hebben nu geen doel, maar toch wel een doel. Je wilt een beter mens worden. Je wilt een beter speler worden. Dus de omstandigheden gaan niet bepalen hoe jij ermee moet omgaan. Je kan ook proberen de positieve eruit te halen en dingen doen wat je normaal niet hebt gedaan. En dat heb ik gedaan in coronatijd. Het is bijna Cruyffiaans dit, man. Prachtig. Ja, nee, ik voel me prima. Dus, wat een diepere laag zit er in jou, dat wist ik niet. Ja, af en toe. Niet te vaak. Ja. Tokio is het doel, hè? Ja. 0-10 op weg naar Tokio, naar Japan. Ja. Hoe groot is de kans dat je het gaat halen met dat team? Ik geloof erin. Vooral nu, weet je, je hebt honkbal gemist, omdat je traint niet zoveel meer. En nu begint alles weer op te bouwen. Dus je ziet ook, je merkt ook aan de jongens en de gasten dat iedereen weer zin heeft om vol tegenaan te gaan. En als de mensen die een beetje honkbal volgen, als Nederland altijd een goede periode heeft om te voor te bereiden voor het toernooi, spelen we altijd goed. Dus ik geloof erin, nu hebben wij een mooie... een lange tijd om te voorbereiden voor de kwalificatietoernooi. Iedereen weet wat ze willen. Iedereen wil Olympische Spelen spelen. Dus de jongens die gaan, weet ik dat ze 100% gaan geven. En ik ga Olympische Spelen spelen. Speelt thuis daar een rol? En jij komt uit een honkbalfamilie, een topsportfamilie. Wat zeggen die? Ja, ik moet wel Olympische Spelen halen. Mijn vader heeft het al eerder gespeeld en ik niet. Dus, ja, dat kan niet natuurlijk. Dat kan niet. Ik moet Olympische Spelen spelen en dan heeft mijn vader niks meer tegen mij te zeggen, want dan ben ik hem voorbij. Is dat echt een strijdje thuis, een positief strijdje? Ja, een beetje wel. We hadden natuurlijk World Baseball Classic, dat is zeg maar de grootste toernooi voor honkballers. Dat is het grootste toernooi wat je kan meemaken als honkballer. Maar in de tijd van mijn vader had je dat niet. Dus ik ben nu al 2 keer gegaan en allebei de keren heb ik mijn vader meegenomen om hem dat te laten ervaren, want ja, hij was natuurlijk ook een speler, dus dan kon hij een beetje kijken hoe dat gaat. Maar ja, ik weet niet hoe Olympische Spelen eruit ziet en hij weer wel. Dus wat zegt hij erover? Ja, heel mooi. Alleen maar mooie verhalen hoor ik over. In die tijd was het ook de basketbalteam daar, dus hij heeft Michael Jordan allemaal zo gezien en Scottie Pippen en zo. Dus ja, voor mij is het mooi om te gaan zodat ik andere sporters ook kan zien. Het is gewoon een hele sport. Festival, ja. Eigenlijk. Ja. Dus ik ben echt... Laatste, gemene vraag. Sorry, ik zeg alvast sorry tegen je, maar kun je nou voorstellen dat het niet lukt? Ja. Zou kunnen, maar we geven niet op. Zij pakte zilver bij de laatste Olympische Spelen, bokste Nuska Fontein en bleek net... een geweldig golftalent te zijn. Ik zag je een paar ballen slaan. Ja, er zaten wat lekker dat balletjes Dat was niet tussen. Mis. Ja. Hoe voelde het? Ja, leuk. Lekker. Maar je moet vooral inderdaad niet nadenken. En niet zo hard willen doen. Want het is net als bij tennis en tafeltennis. Altijd als ik denk, nu ga ik even een punt maken. Dan gaat hij juist over die tafel. En nu ook gewoon swingen. En dan, wel leuk. Had je het wel eens gedaan? Niet op deze manier, nee. Wel eens rondje midget golfen, dat soort dingen, maar niet voor het echtje. Ambities om het vaker te gaan doen na vandaag? Misschien later, ja. Ja. Wanneer is later voor jou trouwens? Na mijn carrière, dus minstens nog een jaar verder.
Over die carrière. Jij was in Londen om je te plaatsen voor de Spelen. Ja. En toen, puntje, 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 vertel eens. Ja, gekkenhuis natuurlijk. We waren daar al een dag of 4, 5 en alle Nederlanders waren eigenlijk al aan de beurt geweest. En ik mocht dan eindelijk die dag daarna. Dus het was eigenlijk de dag van morgen ben ik aan de beurt. En laatste training zou zijn. En toen was er ineens een technische meeting ingelast. Dus de trainers moesten ineens bij elkaar komen. En daar hadden we al bedacht van nou, ze hadden van tevoren gezegd, als die corona zo doorzet, dan gaan we wat regels aanpassen. Dus we halen wat rustdagen eruit en we zullen wat meer sessies op elkaar doen, zodat we eerder naar huis kunnen. Dus wij waren eigenlijk daarop voorbereid. En nou ja, hoe dan ook, wij stonden klaar om te trainen. En die trainers die zaten in die meeting en dan zullen we vast de warming-up beginnen. En toen kwamen ze binnen en toen zei Henny van Bemmel, bondscoach van de mannen, die zei jongens, even bij elkaar. We stoppen ermee, we gaan naar huis. Dus de jongens die die avond nog moesten, die speelden nog en wij gingen naar huis. Dus heel raar, gewoon gelijk een kruis erdoor. En ja, volgende avond zat je dus thuis op de bank onder een dekentje Netflix te kijken. Dus in plaats van dus je te kwalificeren voor de Spelen. Dat is heel erg raar. En op dat moment waren wij echt gewoon nog heel naïef in de veronderstelling van over 3 weken gaan we gewoon door. Dan hervatten we dit toernooi en dan ja, nog helemaal niet wetende dat alles gewoon afgezegd werd. Voelde je je verslagen? Nee, je werd in eerste instantie een beetje giechelig van. Dat je een beetje zo denkt van, nee toch, dat kan toch niet? Weet je wel, ja, heel raar. Aan de ene kant valt het natuurlijk ook een soort van last van je af. Want je bent helemaal gespannen, adrenaline van oké, morgen heel belangrijk. En ineens, is het eigenlijk dat? En wel onwetendheid natuurlijk van wat komt er. Hoe zijn de voorbije weken en maanden voor je geweest? Nou, die eerste 2, 3 weken was er gewoon helemaal niks natuurlijk. Op een gegeven moment wilden we gaan buiten trainen en toen mocht dat ook allemaal niet meer. Dus toen was er gewoon helemaal niks te doen. Dus net als de rest van Nederland denk ik de klusjes in huis gaan doen en ja, gewoon veel thuis. Gelukkig hebben wij een hond, dus we mochten wel daar buiten met toestemming gewoon stukken wandelen natuurlijk. En daarna ja, zijn we natuurlijk langzaam weer gaan trainen, krachttraining en alles in de tuin. Inmiddels is dat boksen, dat was natuurlijk eerst buiten toen weer gestart en nu weer binnen. Ik hoor ondernemers, mensen die evenementen organiseren en ook topsporters zeggen, het ergste is het gebrek aan duidelijkheid, aan zekerheid. Hoe is dat bij jou op dit moment? Ja, ik zit er niet zo mee. Ik weet gewoon van oké, dit wordt een hele rare zomer, dat weet je op een gegeven moment. En nu mogen we dan weer sporten. Dat was eigenlijk al een hele verrassing eigenlijk, dat je dus ook bij het boksen weer binnen 1,5 meter met elkaar gewoon mag sparren. Nu is het gewoon op een top zomer. Dat is eigenlijk altijd, als er geen spelen staan, dan juli, augustus, er zijn geen toernooien. En misschien dat het november wordt of zo, dat er weer een toernooi is. Komt die rust misschien bij jou ook wel, Noeska, omdat je weet, ik heb op dat niveau, op dat podium al heel veel bewezen? Dus geeft dat rust dat misschien niet, wel? Want als ik er echt over na ga denken, dan kan je natuurlijk ook een beetje in de paniek raken van ik ben nu echt zo uit mijn ritme, kan je dat niveau nog wel halen? Kan je daar weer naar terugkomen? Ja, dat weet niemand. En anderzijds weet je ook van, je gaat sparren. Dan gisteren hadden we dan weer de eerste rondjes gewoon vrije sparring. En dan denk je ook wel weer van, ja, het komt ook wel weer snel terug. Als je straks gewoon, als ik eigenlijk door heb van 1 september, wordt het gewoon weer 2 keer per dag trainen. Dan ga ik er eigenlijk vanuit dat je zo weer op je ritme en op je oude niveau bent. En als je er rationeel naar kijkt, hè? Ja. 0-10 op weg naar Tokio, ja. Noeska Fontein op weg naar Tokio. Ja. Is dat jaar later een na of een voordeel? Nou, we nemen het gewoon als een voordeel. Kijk, natuurlijk, het was niet de bedoeling. Het was mijn planning om straks ook weer andere dingen te gaan doen. En bijvoorbeeld dingen als personal training. En grappiger is dat we dat nu ook hebben opgepakt. Want mensen zaten thuis en we zijn personal training aan huis gaan geven bij mensen. En ik heb het dus eventjes tijdelijk een beetje omgedraaid. Dus ik ben een beetje meer de business kant op gegaan. En wat ik zeg van 1 september, dan moet echt de knop weer om. Dan is het 100% boksen. Maar ik heb dus eigenlijk een klein kijkje al gehad in de toekomst. En het leuke is natuurlijk wel dat ik een jaar door kan met boksen. En dat brengt ook een heleboel leuke dingen met zich mee als het goed is. Dus ook trips naar het buitenland en toernooien. En dat is eigenlijk super mooi dat je dat nog een jaar mag verlengen. Laatste vraag. Is er nou een stem in jou die zegt zilver en dus moet ik nu goud winnen? Of is meedoen belangrijker dan winnen? Nee, meedoen is niet belangrijker dan winnen. Maar ik weet niet of je die druk zo moet gaan zeggen van de zilver was het vorige keer, het moet nu goud. Natuurlijk is dat altijd waar je naar streeft. En ik bekijk het wel altijd stap voor stap. Dus eerst weer kwalificeren, dat wordt dus februari, maart. En daarna ga je voor het hoogst haalbare uiteraard. Heb je ook een slecht weergolven trouwens, of niet? Ja hoor, hier staan we. Het gaat los hier, wat zeg je? Ja, het was niet de voorspelling, maar ineens komt het weer met bak uit de hemel. Vals, hè? Dat heb ik vaker gedaan. Dat is vals spelen, hè? Gaan we goed luisteren naar. Ik heb een naam, daar bedoel ik mee. Je hebt zeg maar een mooie bal. Je hebt een stroom van ongeveer 40, 50 meter. Peter Branger,
is directeur van Rotterdam Topsport, maar voor altijd de man die met de lange mannen goud won in 1996. En ik weet van je, je wordt doodziek van dat verhaal, of niet? Nou ja, ziek is natuurlijk overdreven. Maar op een gegeven moment is, joh, het is bijna 25 jaar geleden. Hè? Anderzijds, één keer per jaar mag je het benoemen, dus nou, volgens mij heb je die beurt al verbruikt. Maar als je nu tussen die Olympische sporten staat, hè? Noeska en Dwayne, ben je dan toch die sportman of ben je de directeur van Rotterdam Topsport? Ja, nou ja, primair natuurlijk directeur Rotterdam Topsport. Anderzijds, ja, ik ben ook wel een beetje jaloers op ze dat ze nog in die leeftijdscategorie zitten, dat ze naar zo'n Olympische Spelen toe kunnen. Maar ook wel het besef van ja, hoe moeilijk het zou zijn om eerst naar een doel te streven. Eigenlijk zou nu de Olympische Spelen in Tokio beginnen. En je moet nog een jaar wachten met ook nog alle onzekerheid die er is of het allemaal wel niet doorgaat. Nou, het geval van Noeska en Dwayne nog moeten kwalificeren zelfs voor de Olympische Spelen. Het is gewoon heel ingewikkeld. Hè? Als topsporter ben je toch gewend om van toernooi naar toernooi met een hele heldere planning. En door corona is die hele planning weggevallen. Dus er zit heel veel onzekerheid in. Ja, het is bijna onvoorstelbaar dat jij zoiets hebt meegemaakt. Dat je je focus ineens compleet moet verleggen. Ja, heb je ooit iets dergelijks? Bij ons ging het niet verder dat er eens een keer een bus niet kwam opdagen als we naar een wedstrijd toe moesten rijden. Toevallig was dat de Olympische finale in Atlanta. Maar goed, dan echt gebeurd? Ja, echt gebeurd. Maar je moet wel eens wat improviseren. Ja, we zijn met drie van die E-team busjes uiteindelijk naar het stadion gereden. Waarvan er ook nog één de weg kwijt was. Want ja, die chauffeurs kwamen niet uit Atlanta. Dus je moet als topsporter wel een beetje improviseren. En we hebben natuurlijk onderweg wel eens een keer een vluchtje gemist, et cetera, et cetera. Of een koffer die niet aankwam. Maar goed, dit is natuurlijk een ander scenario, een heel toernooi. Of het kwalificatietoernooi van Noeska. Het was gewoon al begonnen, hè? Het OKT-boksen. En dat is gewoon tijdens het toernooi is het gecanceld. Maar die coronacrisis heeft ook jouw eerste jaar als directeur in deze rol behoorlijk in de war geschopt. Wat is het belangrijkste eigenlijk, wat er veranderd is voor jou? Ja, nou ja, zoals bij ieder eigenlijk is gebeurd, kwam corona ineens op ons af. We dachten nog in december, januari dat het een beetje de ver van je bedshow was. Dat het alleen in Azië zat. Maar ja, goed, langzamerhand het kwam naar Italië. Dan zit het in Europa. Ja, ik dacht in maart, begin maart, nou, ik ben nu 6 maanden bezig. We hebben het allemaal redelijk op een rijtje. Een nieuw ambitieplan gepresenteerd. Nou, en toen kwam corona. En ja, die eerste maand na de uitbraak en de lockdown en alle problemen die dat met zich meebracht. Ja, dat stond natuurlijk niet in de functieomschrijving van de directeur Rotterdam Topsport. Maar we hadden er wel mee te maken. Heel veel evenementen die werden geannuleerd. We hadden Pro League Hockey. Australië en Nieuw-Zeeland konden niet invliegen, want daar was natuurlijk al ellende. We hadden een OKT Waterpolo, het zwembad Zuidplein staan, waar de Nederlandse mannen zich zouden gaan kwalificeren. Handbal Interland, Nederland-Spanje, de rematch van het WK. Een NK-turnen. Ja, het is allemaal geannuleerd. En dan leven jullie ook voor een groot deel van bijdrage van sponsoren die je juist op die evenementen wil zien, die je wilt helpen, die je wilt faciliteren. Ja, ja. Wat betekent dit eigenlijk op lange termijn? Nou ja, ook daar hebben we natuurlijk geïmproviseerd en mede met uitzendingen zoals we nu ook aan het maken zijn, hebben we natuurlijk gepoogd om met hun in contact te blijven. We hebben sowieso alle partners van Rotterdam Topsport ook gebeld. Nu in deze tijd gaan we daar ook wel weer op bezoek, want je merkt toch dat dat ook alweer langzamerhand wat meer kan. Ja, je gaat op zoek naar nieuwe initiatieven en dat is veel online geweest. Online meetings, sponsor meetings, allemaal hartstikke leuk ontvangen trouwens. Veel topsporters er ook bij betrokken bij die online meetings. Maar ja, natuurlijk anders dan dat we gewend waren. Want normaal gesproken zat het rondom evenementen, mooie sport. Daar maakten we heel mooi de verbinding tussen het bedrijfsleven en de topsport en de raakvlakken en ook de grote verschillen. Ja, daar lag ook de kracht. Dus dat hebben we de afgelopen maanden wel gemist. Dan de plek waar we nu samen zijn. Michael Koster zegt net, je merkt dat deze mensen topsporters zijn. Of in ieder geval zijn geweest. Ja. Die kunnen gelijk die bal goed raken. Ja. Geldt dat ook voor jou, Peter? Nou, weliswaar wat minder mobiel. Maar nou ja, ik heb al gepoogd om iets te golven. Wij kregen ooit na de Olympische Spelen van Atlanta een golfsetje cadeau van de sponsor. Dus ja, dan ga je ook wel een beetje aan de gang. Ik moet zeggen, mijn balvaardigheid ligt meer boven de schouders dan eronder. Daar ben ik wel achter. En die bal was ook iets groter. Maar goed, hem een beetje raken, dat lukte allemaal nog wel. Het is gewoon lekker om buiten te zijn. Hè, nu ook, ondanks het feit dat het een beetje sputtert en zo. Maar je bent buiten, frisse lucht, allemaal groen om je heen. Ja, het is gewoon lekker. Ik ben wat dat betreft een indoorsporter puur sang geweest. Maar het is ook wel lekker om wat buiten te doen. Dus dat heb ik na mijn carrière wel anders opgepakt.
Dit was het. Voorlopig de laatste uitzending van Topsport Talk vanaf Seffi deze keer. Met Nouska Fontijn en Dreen Kemp en Peter Blanger. De eerste twee hopen zich te plaatsen in de komende maanden voor de Spelen in Tokio in 2021. Blijf de kanalen van Rotterdam Topsport in de gaten houden voor nieuws over onze sporters op weg naar Tokio. En we wensen jullie ondanks die coronacrisis een mooie en warme zomer toe.